jij naar dat Nederlands kampioenschap? Werd het een sprint met een klein groepje? Werd het een solo aankomst? Nee, het was een pelotonnetje van 50 man. En er waren 1200 meter begonnen waar we op te zitten. Dus iedereen kijken naar me. En van bocht naar bocht fietsen. En de laatste sprinten van bocht naar bocht. Ja, en dan de laatste bocht volle aangaan. En niemand kwam er meer overheen. Dus, geweldig. Nou ja, de organisatie is natuurlijk blij dat je er bent. En te zeggen, de eerste bloemen en de kussen zijn gegeven. Dames en heren, geef een fijne applaus. André Barré. Ronde lang gaan we ervoor sprinten. En dat doen we natuurlijk voor de grote prijs van Rudy Huy. Met Hermsen en Van Rijk. Dus mannen, even jullie attentie om de hoek, want we hebben nog een heel klein pelotonnetje. De evenementen EHBO Pijnaker, wij verzorgen in om Pijnaker heen. Bij heel veel evenementen zorgen wij dat er EHBO'ers zijn. Voor de vergunning, maar ook voor als er iets gebeurt. En zo hebben we nu vandaag 8 EHBO'ers rondlopen. We hebben een tent hier zo met alle spullen erbij, met een AED, met water, portofoons en zo houden wij gewoon de veiligheid in de gaten. Dus oké mannen, stoppen maar hier zo dadelijk. We gaan neutraliseren, neutraliseren. Goed, wat we gaan doen is geneutraliseerd rijden. Er moet een ambulance komen voor de gevallen renner. De jongens die blijven rustig een rondje rijden om in beweging te blijven. Ja, dat sluit maar aan. Ja. Dus de mannen die bij de valpartij betrokken waren, sluiten gewoon aan. Minuten koers, 30 ronden op het rondebord. Lekker band zien we hier voor Peter Fields. Nummer 8 krijgt een ronde vergoeding. Goedemorgen, wat bent u hier aan het doen? Ik verzorg het geluid hier op de schitterende nummers. Heeft u die zelf ook uitgezocht? Nou, we hebben een lijstje samengesteld om een beetje muziekjes over de achtergrond te doen. Schitterend. Als radiovrouw is het geweldig. Ik zit echt te genieten en ik sta continu te swingen. Oké, dat is mooi. Ga zo door met die goede werk. Heel goed. Al is 1125 meter en de organisatie hoopt dat we op deze ronde nog lange tijd kunnen rijden. En we gaan de bel luiden mannen voor premies bij terugkeer. 7 premies in het geval. Eet smakelijk. Dank u wel. Hier een drietal mannen rijden op plaats 17, 18 en 19 met Martijn Hartelo, Dave Kortkaas en Jeroen Janssen. De man is nummer 35, is gedubbeld. En dan kijken we hier naar de groep dus vanaf de plaats 20 in de wedstrijd. De groep al aan. Dadelijk
Dadelijk de wagen er tussenuit. Dadelijk de wagen er tussenuit. De verschil wordt kleiner. Dit is de groep hier nog een plaats. 20. Ja, die andere man ook. Daar komen de leiders in de wedstrijd alweer aan. En 15 in getal. Heerenman op de plaats 16, 17 en 18, want Burggraaf is een uitvallen. Hier komen de leiders al weer aan onder aanvoering van Rij. Met Alma, met Van Winden. Verdubbelde renners sluiten niet aan. Goed zo. Art Van Winden. Art Van Winden laat die mannen lopen, anders weet je zeker dat je gelijk een warme douche hebt. Ja, zo is het spel, zo zijn de regels en zo moet het gespeeld worden. En dat geldt voor alles en iedereen. Negen ronden zijn er nog te doen voor het leidende trial. Met lachende gezichten, mondjes wagenwijd open. Mannen die weten dat ze in de goede trein zitten, in het goede moment zijn vertrokken. Hier komt het peloton, willen we graag een motor voor hebben voor het peloton, alsjeblieft. Hier de mannen rijden het vanaf plaats 4 in de wedstrijd tot en met plaats 12. En dan op een ronde achterstand vanaf plaats 16. Dus Hans zou dadelijk plaatsnemen voor het peloton, alsjeblieft. Dankjewel. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand, deed een kwakje op mijn hand. Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd, olie op haar billen allebei. Dat ik zomaar smeren kon en alleen maar hopen kon uit de kleren in de zon. Want zij was mooi. Nam haar mee naar mijn balkon met alleen een handdoek om, maar ik werd meteen al naar beneden. Gaf ze mij de tube aan, deed ze me alle plekjes aan, liep me toe, maar ga maar gaan. Dit de groep rijdt vanaf plaats 4 in de wedstrijd. Hebben we nog 4 premies op de aankomstlijn. 7 toeren zijn er nog te verdienen. 4 premies, de allerlaatste 4 hier met Sol, met Roos, met Wesselius voor Rietveld. Zo pakken we de laatste 4 premies met Tons mee. Leiden we de bel voor de gedubbelde renners. Dus de gedubbelde renners, de bel voor de laatste ronde bij terugkeer. De gedubbelde renners en die rijden vanaf plaats 16 in de wedstrijd. Een pijnlijke klap is mee. Hier komen de mannen aan, de 3 mannen die elkaar gevonden hebben. De hardrijders, 4 ronde wedstrijd nog te doen. Het carillon van Pijnakker wordt in stelling gebracht. Gooi het kwartje er maar in en daar luidt die laatste ronde. Van Rijk, Van Winden en Alma. Het gaat tussen Van Rijk en Van Winden. De kampioen van Nederland. Hij ging als eerste de bocht aan. En daar komt hij. Daar komt Van Winden. Daar komt Van Winden. Ik ga naar de mee. Ik ga naar de mee. Frans Van Winden 1. André Van Rijk 2. Oei. Op een derde plaats Marcel Alma. Dames en heren, we gaan Valmer aan Jessica. Met de man op de derde plaats. De bloemen komen erbij voor. Marcel Alma. Op een tweede plaats. Hij leek op weg naar een zekere overwinning in het rood-blauw. Kettings sloeg eraf. Op tweede plaats. Nederlands kampioen André van Rijk. Bijna een thuiswedstrijd. En nu op het hoogste schavot voor Frans van Winden. Hij valt schieten. Nou, alle buiken inhouders. Als peloton erbij is, zitten alle tijd. Belangrijk peloton. Dat is ook zo in te zien te weten dat ze elkaar niets te lopen. Oh, kom. Meeting, mijn ding. Komt er nog 1 op achterstand hoor. Nee. 48 ronden staan er nog op het rondebord in de wedstrijd voor. De... Thank you.
de Tijmen Polman. Dus mannen, jullie attentie. Eén man gaan we in achterrolling krijgen. Ze zitten allemaal nog in een schootsafstand van de kop van het peloton. Terwijl voorin wordt geleid met Kortijzen hier achterin mannen leiden. De premies met de postmakelaardij Hofmansportprijs is Sportnike, Joost Kerlaan, 24/7 laten snijden, Ronde Hart, Sevillet Hart. We hebben Pico Plant, Jan Hogevorst en Autoservice van de Velde. Bogert. Rini Bogert. Ja. Graag gedaan. Hier de man uit de regio, die gaat hij aankomen. Tommy de Vrede in de grote prijs, VHV Nederland. Tommy de Vrede, 2 kilometer om te doen. Hier de Pruisenaar, die kijkt nog naar Nieuwko. En Nieuwko die kijkt naar het achterwiel. En die denkt van 2 toeren nog te doen. Tweede ronde wedstrijd van de 2 toertjes. 5 op de kanten. Dan wordt de Imo de Pruisenaar, de winnaar van de rijdersprijs. Op de derde plaats, smaakmaker van het eerste uur, Gijsbert Nieuwkoop. Aankomst blijven van de weg vanaf plaats 4 in de wedstrijd. Aankomst van de koersenverhaling met de Schapie van de helft, die gaat voorstaan voor van de helft. Dan is het de Grootjes op 7. Achter wordt van de Rijn, 9 wordt van Tieten van Kuiverhoven. De rest is voor de collega's op de maan. Gijsbert Nieuwkoop! De Gijsbert zegt, zo, dat is mooie ronde mis van 1,90 meter, hoeven die ze niet te bukken. Nee. Op de tweede plaats, Imro de Pruisenaar. Nou, ik zeg voor de rest heel lang. Wacht, Jessica, even wachten. De man in het shirt van Café de Ruiter, die wil die volgend jaar gewoon in dat shirt gaan koersen. Hij heeft het nou gewoon al gedaan. De winnaar van Pijnakker is uw eigen Tom de Vrede. En Jessica gaat ertussen staan. De jongens houden ze goed vast, want dat hebben ze met meer nodig vandaag. 1,90 meter om in te klimmen. Goed, dames en heren, het supertrio van de amateur. Hier met de geheime Nieuwkoop, Imo de Pruisenaren en Tom de Vrede.